Er is brand in Zwalmen. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, rond 2 uur vanmiddag is een brandmelding binnengekomen van een brand van buitenopslag van papier. Het betreft een oppervlakte van ongeveer 12 bij 24 meter, 5 tot 6 meter hoog. Brandweer heeft vrij snel opgeschaald naar zeer grote brand. En op dit moment zijn we met 5 blusvoertuigen, redvoertuig en er komt nog een groot watertransportvoertuig, zijn we in de brand aan blussen. Er staat ook nog een gashuis naast de opslag. Levert dat enigszins gevaar op? Nee, op dit moment niet. De brandweer heeft daar stralen op gezet, dat in ieder geval koel blijft. En zoals je nu ziet, levert dat geen probleem op. De brandweer heeft snel opgeschaald. Waarom is dat? Nou, omdat toch vrij snel uit de melding al duidelijk was dat het om een grotere brand ging. Heeft de meldkamer dus ook gelijk doorgeschaald naar middelbrand en ook gelijk verder naar grote brand. Hoe lang is de brand er nog bezig met blussen? Er is op dit moment nog weinig van te zeggen. Alleen de ervaring leert bij opslag van oud papier dat het toch nog wel zeker enkele uren kan gaan duren. Is er iets bekend over de oorzaak? Want ja, papier gaat niet uit zichzelf branden. Nee, daar is op dit moment helemaal niks over te vertellen. Dus het zal misschien op het einde, als de brand helemaal uit is, of er zal eventueel een onderzoek vanuit de politie komen.